Business Class wordt mede mogelijk gemaakt door Metterwoon Vastgoed, Vintessa Vermogensbeheer, Tieleman Keukens, Topparken, ASC Ladders en Stijgers en Beursgenoten. Vanuit Hotel van Oranje in Noordwijk is dit Business Class met Harry Mens. Goedemorgen. Ja, 2017 wordt een heel belangrijk jaar. Een breekpunt eigenlijk ten opzichte van de laatste 10 jaar. Stef Blow is hier. Hij maakt 7 jaar lang met succes een boerinnenkalender. En ik heb net even met Willy Brood zitten bladeren, Willy Brood Verkeun. En zijn voorkeur gaat uit naar de maand april. Niet waar, hè, Willy Brood? Maar dan gaan we zo met Willy Brood. Maarten ook wel. Maarten ook wel. Dus, nou, daar gaan we zo uitgebreid over praten, Willy Brood. Leuk dat je er bent. De peetvader van de hondsbrutale journalistiek. En u ziet het, maar hij interrumpeert gewoon weer. Goedemorgen. Was het spannend om te doen? Ja, best wel. Best wel? Dat is wel inderdaad die dag heel spannend. En overleg je dan met je moeder of ze het goed vindt? Nee, ik ben 33, dus ik ben zelf moeder. Je bent zelf moeder? Ja. En hoeveel, 2 kinderen? 2 kindjes, ja. En je bent, dit is februari? Ja, februari ben ik. Ja. Dit was na de bevalling of ervoor? Dit was na de bevalling. Ja? Nou, het is toch fantastisch. Mooie foto. Ja, dankjewel. En hangt hij dan in de boerderij of hoe gaat dat? Ik moet hem nog ophangen, als ik heel eerlijk ben. Ophangen. Ja, maar ik ga hem wel ophangen. En je man was ook tevreden met de foto? Ja, mijn man was ook heel trots. Kijk eens aan. Ja. Nou, en dan hebben we even kijken. Dit was februari en jij bent juni, hè? April. Oh, april. Dan gaan we eens even naar april kijken. Oh, dat was die foto van Willy Brood. Ja. Ja. Blijf dan maar een beetje bij uit de buurt, hè? April. En vertel eens, wat doe jij precies? Ik werk in de paarden en we hebben thuis een melkveebedrijf. Een melkveebedrijf. Ja. Maar werk je ook mee in de... Ja, ik kan in principe alle handelingen doen. Maar we moeten een beetje combineren tussen mijn baan en de boerderij. En je hebt nog een baan ook? Ja. Wat doe je dan? Ik werk in de paarden. Oh, in dat de paarden. Is mijn werk. Ja. En de boerderij is in? In Erlecom. In Noord-Brabant? Nee, Schelderland. Oh, Schelderland. En dan even kijken. En jij bent, even kijken, juni? Ja. Juni, hè? Ja. Dus even kijken. Oh, dat gaat meer over kersen en tomaten, geloof ik. Aardbeien. Ja. Die doen ook mee. Vertel eens. Ja, dat is opgenomen dan gemaakt bij een fruitteler. Omdat, dat hoort ook bij de agrarische sector. En dat was eerder nog niet echt vertegenwoordigd. Dus, En hoe zijn nou de reacties? Krijg je dan in zo'n dorp waar je woont? Of zeggen ze vanavond? Ja, het was een beetje verschillend bij mij. De meesten vonden het heel erg leuk. Ja. En ook wie vond het niet leuk? De pastoor? Nee, niet de pastoor. Nee? Eigenlijk ook andere moeders van scholen. Ja, school word je erop aangekeken? Ja, soms. Zijn ze jaloers? Ik weet het niet. Ze vonden van ja, met 33 en 2 kindjes, waarom nog zo op een kalender? Dus het was een beetje verschillend. Heb je toch maling aan? Ja, jawel. En je kinderen? Waar zijn die? Mijn oudste is 6 en de jongste is 1,5. En die van 6 die heeft er Ja, die krijgt dat heel goed mee. Die vindt dat heel erg leuk. Die deelt ze uit op school? Nee, dat niet. Nee? Nee, maar de meeste mensen vinden het ook gewoon, mede boeren, die vinden het heel leuk dat de agrarische sector ook nou in een ander daglicht komt te staan. En een beetje positieve kijk erop. En hoe ging het bij jou na afloop? Ja, iedereen vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ja? Ja. Heb je een vriend? Ja, die heb ik meegenomen. Maar die moest mee? Ja, die wilde graag mee, dat vond hij leuk. Ja, ja. Nee, hij is gewoon jaloers. Nee, daar heeft hij geen last van, nee. En heb je veel kritiek gehad ook uit die omgeving? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. En jij? Nee, iedereen is gewoon heel positief. En heel veel mensen vinden het ook gewoon stoer dat je erop durft te komen. En dat je, de agrarische sector een keer heel mooi kan laten zien. En krijg je nou andere verzoeken ook nog om voor andere fotoshoots mee te doen? Als fotomodel of zo? Nee, nee, dat helemaal niet. Nee. Dat valt een beetje tegen dan eigenlijk. Ja, maar daarvoor hadden we het niet gedaan. Nee, maar krijg je er geld voor? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, het was puur de eer. Puur de eer? Ja. En hoe gaat zoiets? Dan heb je stuurt je foto's in en dan... Ja, klopt. Je doet je inschrijven en foto's erbij. En dan word je uitgekozen. Nou, kijk eens aan. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, laten we er een jaarlijkse traditie van maken. En dan zien we wel of je nog een keer bij bent de volgende keer.
Maar dat mag, je mag maar één keer meedoen? Je mag één keer meedoen, ja. Dus dan worden je zusters en je schoonzusters komen erbij? Ja. Nou, kijk eens aan. Nou, bedankt, ja. Hè. Stef Blo die maakt al 7 jaar lang de boerinnenklender. En dat is deze klender, hè? Klopt, inderdaad. Wat is de oplage ervan? 10.000 stuks zijn er gedrukt, ja. En hoe gaat dat dan? Want laat me zeggen, Playboy heeft ook een kalender, maar is dat te vergelijken daarmee? Of? Nee, ik denk dat wij houden het wat meer beschaafd. Dus beschaafd sexy, het laat wat meer aan de verbeelding over. En Playboy is natuurlijk poedelnaakt, hè? Ja. En hoeveel verkoopt Playboy er en hoeveel verkoop jij er? Ik heb begrepen in beginjaren, toen wij net begonnen, dat Playboy er jaarlijks tussen de 2.000 en 5.000 verkocht. En zoals u net zei, zitten wij op 10.000 stuks. Ja. Nou, nodig je boerinnen uit. En hoe gaat dat? 200 boerinnen en dan? Ja, dit jaar waren het er zelfs 240. En die melden zich aan en die geven hun link met de agrarische sector aan. En hun motivatie om mee te doen. En vervolgens beoordelen wij die inschrijving op de foto's en de link. En reduceren wij die 240 tot een top 30. En die sturen nog een video van zichzelf in. Nou, uiteindelijk blijven er 15 over en die fotograferen wij. En die komen op de kalender terecht. Er zitten er ook nepboeren in die carrière willen maken? Op de kalender niet, maar er zijn wel meiden die dat inderdaad die zich aanmelden en geen link hebben. En selecteer je eruit? Ja, in principe filteren we die eruit, ja. En je had in 2013 de Miss Universe die werd Ja, Thalisa Wolters die heeft inderdaad Nederland vertegenwoordigd tijdens de Miss Universe verkiezingen. De organisatie van de boeren, de LTO, hoe staan die er nou tegenover? Volgens mij zien die het ook als een hele leuke, positieve belichting van de agrarische sector. Dus dat is eigenlijk alleen maar positief. En wie selecteert die 15 uit? Ik in ieder geval samen met een aantal teamleden. En dan, goed, dan heb je er een stuk of 15, heb je er dan? En dan? Nou, dan hebben we 3 zondagen waarop we 5 modellen fotograferen. En dat zijn gewoon geweldig leuke dagen met een crew van 10 man en visagie. Foto's en, maken. Ja. Waar koop ik zo'n kalender? Op boerinnenkalender.nl en in de verschillende winkels door Nederland heen. Ja. Dan hebben we een kleine impressie gemaakt van de warming-up naar de fotoshoot. Daar gaan we even naar kijken. Super. Ik ben Soja, ik ben 19 jaar, ik kom uit Veldhoven. Ik werk op een melkveehouderij bij ons in de buurt. Ik ging een kalender kopen voor mijn broer zijn verjaardag. En toen zag ik de inschrijfknop staan voor 2017. En toen dacht ik eerst van, dat lijkt me best leuk. Maar toen eerst een beetje gaan checken bij ons man, van hey, wat vind je ervan? En die zei, ja, leuk, leuk, leuk. Dus toen dacht ik, ja, dan doe ik het ook gewoon. Ik ben Emma, ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Haarlem en ik woon in Erlecom. Ik ben een echte boerin. Ik ben meer van de paarden, maar met de koeien red ik me ook wel. Ik ben liever boerin als model. Ik ben Ellen Maassen en ik run samen met mijn man de boerderij Hubertus Hoeven. Vind ik heel erg leuk om de mensen ook te laten zien hoe wij ook kunnen zijn. Hè? Want vaak hebben mensen vooroordelen dat boerinnen lomp, mannelijk zijn, de hele dag in de stal staan. En dat is gewoon absoluut niet zo. En daar wilde ik mijn steentje aan bijdragen door te laten zien hoe wij ook kunnen zijn. Heb jij verstand van wijn? Nee, helemaal niet. Maar ik zou graag een... Waar is Alice? Ik wil graag een rode wijn hebben. Kan dat? Dat mag natuurlijk. En ik wil ook dat grasveldje eraf hebben. Dan gaan we dat voor u regelen. Ja? Ik eet altijd eten, maar zonder grasveldje. Het is wel gezond, hè? Anders ga ik wel in de wei zitten. Dat doen we straks dan wel eventjes. Maar u kunnen wel een toast brengen met witte wijn, toch? Al drink voor je jou het niet. Doe ik alles, ja. Okay. Nee, maar wat vind je nou van Theo? Hè? Als je Theo ik zou werkelijk hopen dat hij in de Tweede Kamer komt. Want dan zou hij de meest intellectuele Tweede Kamerlid zijn. En dat hebben we wel nodig. Bovendien is hij zo tegen draad zijn eigenwijs. Het zou een groot feest worden als hij helemaal in de Tweede Kamer komt. Ja, laten we erop drinken. Nou, je mag gewoon eens vrolijke kijken. Nou, hè? Nummer 1. Je lijkt me schommelen wel. Theo, en voor Willibert, die kalender, daar zijn we niet aan toegekomen. Maar kun je dat nog even toelichten, jouw keus? Ja, ik vind deze mevrouw vind ik geweldig. De maat is dat. Ja, en deze vind ik ook prachtig. Maar die lijkt op jouw vrouw? Ja, die lijkt echt op mijn vrouw. Schat, waar of niet? Ja, tijd. Nee, ik moet... Mevrouw? Ja? Ik moet geen groen erbij. Oké.
het grasveld moet weg. Ja, maar ja, ik hou van vrouwen, die zijn mooi. Jij toch ook? Dat heb je niet onder stoel of bank gestoken in je hele carrière niet. Nee, het is het mooiste wat God geschapen heeft. Ja, niet dan? He? Daarna jou. Nee, ik ben heel lelijk. Wij zijn de categorie die achteraan hebben gestaan qua schoonheid. Ja, maar we zijn wel de smaakmakers van Nederlandse televisie zo'n beetje. Oké. Althans ik. Kom hier. Ja. Wij hebben ook nog een primeur, hij is een homo geworden. We stoppen ermee. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Zonder graag. Business Class werd mede mogelijk gemaakt door Metterwoon Vastgoed, Vintessa Vermogensbeheer, Tieleman Keukens, Topparken, ASC Ladders en Stijgers en Beursgenoten.